Nou, wat gaan we doen vandaag, Renaat? Wat gaan we doen vandaag? We gaan een woestijnwandeling maken. Las Dunas, Las Palomas. Er zijn verschillende routes. En we volgen nu eerst de blauwe. Over de roze en dan terug via de groene 2. En dat is, er is wel een soort pad, maar het is mulzand. En dat is, ik denk wel een goede training. Het staat allemaal duidelijk aangegeven. De blauwe route. Playa Beach, de Las Palomas. Dat is het eerste stukje wat we gaan lopen. Dus we moeten dan dit pad in. Geen vlak pad. Dus, ja, het is wel apart. Oh, mooi. Netjes aangegeven. Oh ja. Je kan hier beter wel op het pad blijven. Dus even een waarschuwing. Als je deze toch loopt, waarschuwing. Blijf op de paden. Want als je de paden afgaat, dan zitten er allemaal naakte kerels over het blote piemel. En als je het langs loopt, gaan ze het nog aan trekken ook. Dus wij zijn weer teruggelopen. Heel snel. Dus blijf gewoon lekker op het pad. Nou, nu hebben we even lunchpauze, niet verkeerd. Vandaag een keer niet aan de lijn. Nou, we zijn weer op de terugweg. En het was weer best een klim om hier op te komen. Oké, we zijn aangekomen bij de groene route en die loopt weer terug naar het Rio Hotel, waar ook het startpunt was. Laatste stukje nog, een kilometertje. Nou, zo loop je dan de hele dag in het zand. In goede training. Echt, hè? Ja. Je hoeft niet te trainen. 40 baantjes zwemmen nog en dan zijn we klaar voor vandaag. Dit was hem. Positief. Deze wandeling geef ik een 8.